thuis is een teletijd machine in de 16e eeuw. Je komt hier ook op huisbezoek. Dat wil zeggen dat je gewoon aan de haard kan gaan zitten en keuvelen met iemand. Je dwaalt door de zalen. Het voelt bijna alsof dat de drukker van achter de hoek vandaan gaat komen. Museum Plantijn Moretus is het woonhuis en de werkplaats van een van de grootste uitgevers en drukkers van Europa in de 16e en 17e eeuw, Christoffel Plantijn. En van zijn nazaten de Moretussen. Uniek aan deze plek is dat de familie er meer dan 300 jaar gewoond en gewerkt heeft en in de 19e eeuw beslist heeft om het huis, de werkplaatsen en de volledige inboedel te verkopen aan de stad Antwerpen. Je vindt in dit huis op de alleroudste drukpersen ter wereld heel veel mooie en boeiende drukkersalaan, inspirerende houtblokken, ontwerpen voor letters, bijvoorbeeld de Garamond ligt hier. We tonen je ook aan de hand van 10 topwerken wat dat de betekenis was van Plantijn in de Europese geschiedenis. Boeken als de alleroudste atlas, botanische werken, anatomische werken, fantastische bijbels ook, historische werken. Hij heeft het allemaal gedrukt. We vertellen bij die boeken kleine verhalen en grote verhalen en willen vooral ook tonen wat die boeken vandaag de dag voor ons nog betekenen. De plek is zo uniek dat UNESCO het uiteindelijk op de werelderfgoedlijst geplaatst heeft. Wat ook zo bijzonder is, is dat het archief dat hier bewaard wordt en dat het bedrijfsactiviteiten en het familieleven tussen 1555 en 1876 documenteert, door UNESCO ook erkend is als Memory of the World. Het mooie aan de combinatie van het bewaarde erfgoed hier en het archief is dat het ongelooflijke getuigen zijn van de Europese geschiedenis, vooral in de 16e en 17e eeuw, toen dat Plantijn en zijn nazaten enorm veel contacten hadden in de intellectuele wereld en bij de politieke wereld in Europa in die periode. Het documenteert dus een belangrijke tijdsepoche van onze geschiedenis. In de weekends en tijdens schoolvakanties kan je ook drukdemo's volgen. En we organiseren ook familiedagen en hoogdagen waarop je zelf met de drukpers aan de slag kan gaan of deelnemen aan allerlei fantastische activiteiten. Alles opdat je het gevoel zou hebben dat je echt binnenstapt in de 16e eeuw.